Deze video wordt je mede mogelijk gemaakt door de Facebookpagina van venloinbeeld.nl. Mag u iets vragen? Wie bent u? Ik ben Marije Niemandsdriet. U bent de Asje binnengevallen vandaag? Ik ben in dienst van de heer van de paarden. Ik ben de kokin. Zit erin, bier? Nee, gewoon koffie. Waarom? Waarom? Je moet inleven toch in de middeleeuwen? Ja, maar overdag niet, hè. Overdag rustig aan. Dat gebeurt na de tijd. Ja, na 7 uur gaat het bier en... Ja, na sluitingstijd. Is dat het avondmaal? Nee, totaal niet. Dat is... Deze toch vroeger, of niet? Dit zijn tamme kippen. Nou, ik heb, deze is pas een jonge kip. En ik heb pas een paar maanden ben ik mee in trainen. En dan kun je gewoon even... Kan je gewoon dingen doen. Wat dan? Ja, weven. Mijn moeder doet het meestal. Maar die is nu even met iets anders bezig. Daar zit hij dan. En het ligt zo... Dit is het. Nee, tijger. Nee, je mag niet op het leuke stuk. Nee, terug. Terug. Hé, hop, hop. Hop, hop. Goed, zo. Je zegt, je moet je helemaal inleven in de tijd, hè, in de middeleeuwen. En toen aten ze toch gewoon die kippen op? Ja, maar je moet ook eigenlijk... Het is niet leuk als je helemaal inleeft. Want we zijn ook heel leuk, met niet zo leuke dingen. Dus je moet ook een beetje lol maken. Die kippen die gaan niet aan spit? Nee. Anders er zijn heel wat groepen die eigenlijk helemaal tegen zijn dat deze, als deze aan de spit gaan. Dus dan komt er een heel leger. Nou, het schijnt dat de Vikingen geland zijn. Althans, er is een van hun schepen gesignaleerd. Dus we gaan ons nu het leger verzamelen om wat weerstand te kunnen bieden. Want je weet dat ze een verschrikkelijke reputatie hebben. Maar wij zijn ook niet voor de poes. Wat is er bij u? Ik heb een lang zwaard bij me. Ik heb een houten schild met leer overtrokken. En een strijdbijl. U kan nog terug, mevrouw. Ik kan nog terug. Ik wil helemaal niet terug. Nee, joh, dat is leuk. Je bent heftig te worden. Ja, dat, des te heftiger, des te leuker. Ja. Ben je voorbereid? Ik ben super voorbereid. Ja. Is uw man of niet? Nee, nee. Mijn man, nee, dat is die. Met die grote veren op zijn hoed. Ja. Dus je hebt thuis geoefend? Ik heb heel, heel veel geoefend, ja. Ja. Veel veldslagen gevochten al. Ja. God staat aan onze zijde, dus deze heidenen zullen of vluchten of sterven. Is het nou wel veiliger geworden in Asje of niet? Ja, denk het. Komen we vanzelf achter, hè? De tijd zal het leren. Ja, precies.